Welkom op de Bossenmarkt. De Bossenmarkt kent een diversiteit aan bezoekers. En elke week weer voeren we de leukste gesprekken met bezoekers. Blijf lekker zitten voor een nieuwe Bossenmarkt. Ja, het is hier weer een nieuwe aflevering van de Bossenmarkt. En deze week presenteer ik hem eventjes samen met Joep Gesjes. Die gaat dadelijk ook een paar leuke interviewtjes doen. Want Nol zit in Curaçao. En terwijl het zonnetje schijnt in Curaçao, schijnt ook de zon deze week op de Bossenmarkt. En deze markt staat centraal. Vrijheid. Want afgelopen weekend is natuurlijk bevrijdingsdag geweest en dodenherdenking. Dus wij gaan de markt op om eventjes te vragen wat voor mensen vrijheid betekent. En Joep Gesjes is deze aflevering ook op pad om aan de mensen te vragen wat vrij betekent. Ik zou zeggen, blijf lekker zitten voor een nieuwe Bossenmarkt. Een uur lijkt wel een dag lijkt wel een maand. Is het dan allemaal voorbij? Waar is nou jouw lach, die ik altijd zag? Ging zo goed tussen jou en mij. Oh, was dit toch een droom, waar ik aan waar? Was ik in de wolken, die ik zelf heb gemaakt? Kan toch niet zo zijn? Jij hoort hier dicht bij mij. Of was het verloren tijd? De tijd die wij samen deelden. Nu zeg jij dat je mij niet meer wilt zien. Zeg me dan, waar heb ik dit aan verdiend? Ben jij vergeten al die jaren met mij? Van een week bevrijdingsdag. Ik wil eigenlijk weten wat vrijheid voor u betekent. Ja, het is mooi dat ze daar denken, maar van mij. Ik heb niks meegemaakt. Ik ben van 1939. Toen ik zo klein was, toen. Maar wij merkten niks. Zat u helemaal niet meer bij? Nee, helemaal niks. Nee. En uw ouders misschien? Ja, mijn vader is een keer weg geweest. Maar gewerkt in Duitsland. Maar ik weet er zo weinig van. Ik weet nog wel dat hij terugkwam. Ja, dat is het enige wat ik... Je bent er verder niet mee bezig? Nee, helemaal niet. Nee. Gaat wel zondag even stil zijn? Ja, dat wel. Dat houden we wel bij natuurlijk. Hè. Ja, maar dat is ook het enige ook hoor. En nu lekker op de Bossenmarkt? Nee, ja, heerlijk. Ik ben echt marktman, hè. Bent u Bossenaar? Ja, al 52 jaar. De meesten zeggen wel van niet, maar ik voel me eigenlijk een Bossenaar. Waar komt u vandaan, hè? Rotterdam. Rotterdam? Rotterdam? Ja, je hoort het bijna niet meer, hoor. Nou, de meesten zeggen het ervan wel, hoor. Hij hoort het nog wel een beetje. Ah, ja, ja.
Maar ja. Het is zo mooi nou aan Den Bosch, want Rotterdam is echt een grote stad. Als je dan Den Bosch is eigenlijk een groot dorp, zeg ik altijd. Wat is het mooie aan Den Bosch? De gezelligheid, hè. Je kent elkaar allemaal. Ik heb een bosje in de horeca gewerkt, dus je kent nog veel meer mensen. Ik vind het heerlijk in de bos. En waar heb je gewerkt dan? In mijn reiskar. Oh ja, dat kennen veel bossen. Toch 23 jaar gewerkt, met plezier. Ja. Dus Den Bosch voelt als uw thuis? Helemaal. Nou, ja. Ja, helemaal. Dat is lekker de markt op. Nou, lekker. Elke week, een keer, één keer, twee keer. Nou, ik wens u een fijne dag. Ja, jullie ook, hè. Wat heeft u met beveiligingsdag? Ja, nadenken van na de oorlog, hè, zoiets allemaal nog. Hè. Bent u van die tijd? Ja, van 41. 41, dus ja. U bent eigenlijk voor de oorlogsjaren geboren? Ja, overin eigenlijk. Hè. Erin, hè? Ja. Wat doet het met u? Ja, wat doet het met u? Ja. Al denken of niet? Denken. En wat denk je dan? Ja, dat die mensen veel geleden hebben allemaal. Geleden. He? Ja. Is veel leed geweest. Ja, anders heb ik gisteravond weer een film gezien van een oorlog. Maar als je dat ziet van de Joden. Ja. Dan zijn wij blij natuurlijk dat wij geen Jood zijn geweest. En gelukkig niet daarmee van doen hebben gehad. Want dat was het toch zo? Ja, zo was het, ja. Ja, we hadden geluk. Hè. Je moet geluk hebben in het leven. Hè. Heeft u mensen in uw nabijheid die wel daarmee van doen hebben gehad? Nee. Nee, niet herkennen. Nee. Laten we hopen op een fijne dag. Ja. En laten we de doden in ieder geval herdenken. Maar ook de beveiliging is heel belangrijk. Ja. Want dat geeft toch weer een lach op je gezicht. Ja, dat moet ook, hè. Ja. Komt u vandaan? Sint-Michielsgestel. Uit Gaasel. Ja, uit Gaasel. Ja. Oké, dank voor het interview. Ja, zelf bedankt. En dan sta ik bij Brigitte van de firma Knabbel en Babbel, toch? Ja, dat klopt. Helemaal. Hij staat hier met een kinderwagen naast je. Ja, vijf weken geleden ben ik bevallen. Van een zoontje, Michael. En hij doet het supergoed. En het is gewoon, ik denk, ik ga er heel even uit. Even naar de markt weer even alle mensen zien. En ook, met name eigenlijk ook iedereen bedanken. We hebben zoveel cadeaus. We hebben hier nou ook weer cadeaus gekregen. Ja, cadeaus gekregen van collega's en van klanten die altijd elke week trouw komen. Ja, en dat vind ik gewoon heel leuk dat die echt aan ons gedacht hebben. En het is gewoon heel super. Helemaal geweldig. Ja, de klanten hebben je natuurlijk in al die tijd dat je hier stond natuurlijk jouw buikje zien groeien. Ja. Sommigen wel, sommigen ook niet. Want het was natuurlijk in de winterperiode. Dus er zijn ook mensen die zeggen van, oh, was jij zwanger? Want je staat natuurlijk net achter de kraam op buikhoogte. Dus, dus er zijn ook sommigen die het echt helemaal, die zoiets hebben van, huh? Is bevallen. Maar er zijn er ook bij die echt wel meegeleefd hebben. En ben natuurlijk in januari ben ik zoiets gestopt. Even dat ik niet meer mee kon. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. En ben ik wel weer blij als ik ook wel weer een beetje alle mensen kan zien. En het is gewoon heel leuk dat ze meegeleefd hebben. Dat is echt super. Dat is 5 weken geleden. Ben je nou een beetje weer tot rust gekomen? Ja. Gelukkig. Dus ze gaan weer pa helpen? Ja, een beetje wel. Ik kon het net ook niet laten. Dus, en niet wel alleen af hier? Jawel, dat moet ook wel. Maar nou gaan we daar ook weer eventjes lekker naar huis, weer eventjes de rust nemen. Maar ik ben blij dat ik inderdaad wel weer eventjes op de markt ben geweest. Dus nou om hier te staan als moeder? Ja, wel trots. En iedereen vraagt er ook naar inderdaad. Van hé, hoe is het moedertje? En het is echt wel super. Ja. Nou, ik wens jou heel veel plezier met zoontje lief. Hoe heet hij? Michael. Michael. Ja. Michael. Wat een schatje. Ja. En geniet van alle cadeaus. En is er nog iemand die je speciaal wil bedanken? We hebben van de collega's, we hebben van Mieke de Kaasboer cadeau gehad. Eve Ekels van Sleutjesbloemen, van Leni en Lammy. Ja, echt. Ja, en dan de klanten, maar ja, die kan ik niet allemaal bij naam. Maar wel, als ze de honden noemen. Of we hebben ook kaarten gehad. En dan denk ik, oh ja, dat was die of die. Dan gaat er wel een lichtje branden. Maar bij deze willen we echt iedereen heel hartelijk bedanken die goed aan ons gedacht hebben inderdaad. Dus heel hartelijk dank allemaal. Wat heeft u met Bevrijdingsdag? Met Bevrijdingsdag? Ik denk in deze tijd, waar vooral de spanning opleidt in Oekraïne, vind ik het een heel belangrijk ding om zeker te blijven gedenken. Zeker, nu toch weer, eigenlijk toch weer een beetje speelt. De gevaren. Het komt weer bij u op, de gedachte van de oorlog. Ik heb de oorlog niet meegemaakt, maar
wel van mijn ouders. Dit wel op zich niet echt de ergste dingen meegemaakt hebben. Wat ook wel de flink onder geleden hebben, ja. Maar wat u zegt, klopt. Wat u zegt is wel heel essentieel. Want op een of andere manier komt ook die gedachte bij mij op. Rusland met Oekraïne is toch, ja. Zijn grote dreigende landen. Ja. Die met elkaar toch in een veten leven, op een of andere manier. En is echt dichtbij. Het komt echt dichtbij. En dan voel je toch op een of andere manier wat minder veilig, hè? Ja, dan gaan de gedachten toch eerder terug van... De Tweede Wereldoorlog is er veel afgespeeld. Dit is misschien wel iets anders. Maar toch denk ik dat het in principe ook weer één man is... die toch weer eigenlijk de boel een beetje aan de gang brengt. Ja, het kan, kan zomaar fout zijn. Ja, ja, dat denk ik wel. Ja. Dus ja, dan zijn we toch wel dingen waar we er wel aan denken. Ja, dan denken we echt aan de bevrijding, dat we vrij zijn... Ja, en dan hopen we nog zo lang te blijven. Ja, en vooral... Ja, voor de toekomst, de jeugd, onze kleinkinderen. Nou, dan heb ik daar wel eens mijn twijfels over, ja. Ja, laten we hopen dat het allemaal rustig blijft. Dat hoop ik. Dat we in ieder geval er een mooie dag van hebben. Dat ze allemaal verstandig blijven. Zo is het. En vooral overleggen. Ik denk het belangrijkste is. Belangrijk, vrijheid in je leven. Ja. Dank voor het interview. Geen dank. Joost Vink, Stichting Marktpromotie. Jij was niet aanwezig bij de persbijeenkomst van Mirakel Spektakel. Maar je wilt toch even een statement maken. Ja, de reden eigenlijk dat ik gisteren niet aanwezig was en wij eigenlijk niet aanwezig was. Dat we het eigenlijk met de hele gang van zaken wij veel te zwaar getroffen worden. Dat er nog geen duidelijke oplossingen voor zijn. En ten tweede, collega's waar wij dus eigenlijk ook een beetje tegen zijn. Tegen het hele grote plan zijn. Hartje Stad was ook niet uitgenodigd. En dat vind ik eigenlijk jammer, want... Het Mirakel Spektakel moet samenwerken met de warenmarkt, maar zeer zeker ook met de winkeliers, met Hartje Stad. En dat is eigenlijk de reden dat ik eigenlijk daar niet aanwezig ben geweest. En dat, ik voelde me eigenlijk daar niet op zijn plek gisteren. Klein pijnpuntje was natuurlijk die Bosse Markt, want die moet wijken voor jullie 11 dagen. Hoe zijn jullie daar tot nu toe uitgekomen? Nou, we zijn al bijna een jaar aan het praten met elkaar. Want ja, daar kun je bijna geen oplossing voor verzinnen. Want zeg maar, ja, jij moet weg omdat ik hier wil staan. Maar wat we wel hebben geprobeerd is om in die tijd begrip voor elkaar op te bouwen. Elkaars uitgangspunten beter te leren kennen. En uiteindelijk hebben we wel gezegd als markt en als Oeteldonk. Burgemeester en wethouders moeten nu de knoop doorhakken. Nou, de knoop is doorgehakt en we mogen op de markt. Die tent die komt hier te staan eigenlijk in heel de bocht hier. En zeg maar als je een lijn trekt van Hotel Centraal tot aan de Blauwe Druif. Dus eigenlijk het plein is gewoon weg. Daar is, kijk, op tekening en theorie... Komt er natuurlijk precies allemaal op maat uit. Maar ga er maar vanuit dat dat veel groter wordt. Als het op tekening waar is. In theorie is het altijd anders. Of in praktijk is het altijd anders dan in theorie. Dan vind ik dat wij als Oeteldonk ons echt verplichten om te proberen zoveel mogelijk te doen om die marktmensen ook te ontzien. En vandaar dat wij in ons budget ook, maar ook in ons denken, echt een campagne op gaan starten om een Mirakelse Markt te promoten. Zodat er weliswaar hier en daar geschoven moet worden, maar hopelijk de hele markt ook profiteert van Mirakel Spektakel. Wat betekent dit precies voor de Bosse Markt? Ja, gewoon zwaar omzetverlies. En er zijn een aantal kooplui die dus... wel waarschijnlijk de omzet nog wel kunnen halen in de Hintermerstraat. Daar kan een gedeelte naartoe, maar er is ook een gedeelte, daar is daar een plaats voor. Bijvoorbeeld, ik zit met de verkoopwaren, er zijn meerdere verkoopwaren, die hebben stroompunten nodig. Die zijn die faciliteiten, die zijn hier op de markt aangebracht, maar die zijn er niet in de Hintermerstraat. Dus je hebt krachtstroom nodig voor jouw wagen, dat is niet mogelijk in de Hintermerstraat? Ja, of de gemeente moet daar een voorziening voor treffen, maar de ruimte is natuurlijk ook beperkt in de Hintermerstraat. Omdat we dus, zo'n wagen als dit is 5 meter breed. Nou kijk, kramen kan je in elkaar schuiven. Ja, dan kan je wat smaller maken, dan ben je flexibeler mee. Met een ware ben je eigenlijk heel, heel statisch. Ja, die ken je niet waard. Ja, een gemeente zegt met compensaties. Nou, ik wil die compensatie van tevoren eens allemaal zien. Kijk, het is heel simpel. Kijk, ik ben een ondernemer. Kijk, als ik 100 euro heb, dan kan ik 100 euro gaan uitgeven. Kan ik handen voor hem kopen. Maar ik geloof dat de andere partij precies andersom telt. Die hebben 100 euro, maar die gaan er al 1000 uitgeven. Hoe willen ze dat dadelijk opgevangen? Dus ja, het is allemaal nog zo dubbelzinnig. Minister-president van de Oeteldonkse Club, Sander van der Geven, heeft aangegeven druk met jullie in gesprek te zijn. Gaan jullie daaruit komen? Ja, tuurlijk, we blijven praten, hè. We blijven in gesprek en we zullen er inderdaad wel uitkomen. Maar de toezeggingen zullen keihard op papier en keihard op tafel gegooid moeten worden. Hoeveel ondernemers gaan die last van krijgen?
Ja, in eerste instantie zou het de 10-11 zijn, maar ik denk de 25-30 worden. En dan praat ik er niet over het winkeliersverhaal, hè? Die er overlast van zullen hebben en daar zeer zware hinder van zullen ondervinden. Ja, want uiteindelijk ben je toch 2 weken je plek kwijt. Nou, 2 weken, praat over 4 weken, hè? Het is dan 21 september gaat men bouwen. Dat is al een dag of 10. Dan is het 10-11 dagen feest. Dan is er nog eens een halve week een week opruimen. Nou, tel maar uit, dat is gewoon een maand. Nou, ik hoop dat jullie eruit gaan komen. Ja, ik neem aan dat we er wel uit gaan komen. Maar alleen, het is, voor ons is er nog heel veel abacadabra. Wat een ander al zeker weet, is voor ons een abacadabra. En eerst zien, dan geloven. Waarom bent u aan het inpakken? Dat is een opdracht. Hoezo? Laat zien de opdracht. Waar is de opdracht, jongens? Geen de opdracht. Is het een opdracht voor een... Crazy 88. Crazy 88? Ja. Dus je moet nu van een teamlid een mummy maken? Ja. En dan ben jij? Ik ben de mummy. Lijk ik erop? Nee. Ik kan eigenlijk ook niet praten natuurlijk. Ik kan wel praten. Praten, ja. Heb je nog iets onderaan? Jazeker. Als je kijkt dan. Oh nee, je had me voor de gek. We hebben net een andere opdracht gedaan. Kijk, hè, meneer. Oké. Deze opdracht hebben we net gedaan. Nou heb ik een vraagje. Je bent jong. Ik schat jouw jaar 25. Dat is mooi. En nou is het bevrijdingsdag geweest. Maar wat heb je met bevrijdingsdag? Wat denk je aan? Mijn oma. Waarom? Omdat zij de Tweede Wereldoorlog mee heeft gemaakt. En dan denk ik daaraan, aan de verhalen die ze vertelt. Heeft ze je vroeger als kleinkind verteld wat ze allemaal meegemaakt heeft? Wat heeft ze zoal meegemaakt? Ze woonde op een boerderij en dan vertelde dat mensen uit Amsterdam of uit het Westen kwamen om eten te halen bijvoorbeeld. En dat ze daar nog steeds een vriendin aan overgehouden heeft en daar vertelt ze dan verhalen over. Ik krijg er kriebels van. En ja, daar. Oh, dat is natuurlijk wel heel erg dichtbij. Daar heeft het al veel afgespeeld. Wat heb jij daarmee dan? Ja, ik heb ook allerlei verhalen gehoord van mijn opa en oma. Die dat mensen hun beschuldigden dat ze van de verkeerde kant waren, zou ik maar zeggen. En, nou ja. Betekent dat van de verkeerde kant? Want dat kan ook zijn als je van mannen houdt, heb ik wel eens gehoord. Nee, niet van... Nee. Want wat is de verkeerde kant? Dat ze NSB'ers waren. Oh zo, meeheulen met, ja. Met de vijand. Ja, en ze hebben onderduikers gehad. Dus ja, ze hebben wel heel veel meegemaakt. Leven je oma en opa nog? Mijn oma leeft nog, ja. En, heeft zij het er moeilijk mee dan? Nou, als ze erover praat, dan merk je wel dat ze het daar wel heel moeilijk mee heeft. Dus op 5 mei denk jij ook uiteraard aan jouw oma. Ja. En aan de verhalen en alles wat er heeft gespeeld. En omdat op 4 mei de dodenherdenking natuurlijk dichtbij is, merk je gewoon dat het is toch echt wel heel dichtbij. Ja, en de kinderen, die je hoort de klokken en het is wel heel indrukwekkend. En het geschil in de Oekraïne, speelt dat nog in de gedachten? Eigenlijk niet. Ik vind het heel erg, maar ik vind het niet... Nee, ze zal niet aan haar horen. Ja, weet niet. Ik... Nou, daar gaat ze. Ja, daar gaat ze. Ja. Nee. Nou, het is echt heel erg, maar ja, ik kan dat... Ja, omdat je het zelf niet mee hebt gemaakt, kun je dat niet heel... Nee, dan heb je niet die beleving erbij. Nee. Dan moet je het echt van je oma en opa hebben. Ja. Nou, in ieder geval een bevrijdingsdag die we dan toch maar met veel vrijheid moeten beleven, toch? Ja, en je merkt gewoon dat mensen heel dichtbij komen. Of nee, echt heel meelevend zijn en vrolijker en schappelijker naar elkaar. En je merkt gewoon dat het een hele andere sfeer heeft. Klopt. Wat gaan jullie vandaag doen verder? Wij gaan deze gekke opdrachten nog even afmaken. En dan ben je klaar. Op het terras zitten en dan gaan we weer terug naar onze zorgboerderij. Dan denk je aan de bevrijding en dan genietje van een lekker biertje of een lekker drankje. Ja. Okay. We moeten nog een atje doen. Dus, een atje? Ja, zeker. Wat is dat dan? In 1 keer leeg, het glas. Oké. Okay. Nou, veel plezier. Dank je wel. En bedankt. Oké. Okay. In mijn mooiste droom kwam zij voorbij. Helaas, het was van korte duur, maar wel een heel mooi avontuur. In mijn mooiste droom kwam zij bij mij, kwam zij bij mij. Gitaren klonken door de nacht.
zwarte haren dansten door de wind. Met zoveel passie en vol vuur, verlang ik ieder uur naar die mooiste droom, wie had dat ooit gedacht. Het spul van de Rult is weer, het ijsseizoen is weer begonnen. Ja, het ijsseizoen is gelukkig weer begonnen. Vandaag ook weer een stralende dag, dus het bossenpubliek en alle toeristen in deze stad kunnen we ijs eten. Wat is het ideale ijs weer nou? Een graad of 20 of hoeft dat niet? Ja, weet je wat het belangrijkste is voor ons? Dat de zon schijnt. Kijk, als het bewolkt is, donker, regenachtig weer, dan verkoop je geen ijs. Dus dit weer, mooi open weer, zonnetje erbij, komt helemaal goed. Zonnetje schijnt, hebben mensen zin in een lekker ijsje? Precies, zeker een lekker ijsje. Welke smaak heb jij hier op de Bossenmarkt? We hebben altijd een vast assortiment wat bestaat uit vanille, aardbeien en chocola. En iedere maand wisselen wij. Dus deze maand is de smaak van de maand yoghurt kersen. En ben je vanaf nu elke week weer te vinden op de Bossenmarkt? Wij zijn 3 dagen per week te vinden op de Bossenmarkt. Op iedere woensdag, zaterdag en zondag. En vanaf 1 juli zelf 6 dagen per week tot 1 september. Nou, hopen dat die zon veel blijft schijnen. Wij hopen dat ook. Dat het een mooi ijsseizoen mag worden. Succes hè. Dankjewel. Ik heb in Nieuw-Guinea gediend en ik heb na 50 jaar heb ik een posttraumatische stressstoornis gekregen. Dus, en, dat is heavy. Ja. Heb je er nog steeds last van? Nou, ik kan beheersen tegenwoordig. Dat uit zich in? Nou, met aanvallen 's nachts. Dat je ineens rechtop in een bed gaat zitten. Dat je denkt dat een stelletje ploppen staat. Achterhoe aankomen. Ploppers? Ja, dat zijn dan Indonesische soldaten. Hè? Die noemen ze ploppers. Okay. Dus iemand die veteraan is, die weet dat wel. Ja, dat dacht ik wel. En heeft u ook iets met de oorlog? Nou, met een oorlog heb ik er iets mee. Ik, van thuis uit hebben we toch altijd, is er heel veel over gesproken. En waar ging het dan over? Nou, dikwijls ook over leuke dingen, hè. Want bijvoorbeeld mijn vader of mijn moeder vertelde dan dat ze in de oorlog een taart gebakken had. Van alles wat ze kon doen. En dat mijn zus, die boven mij was, met haar poepluier bovenop die taart ging zitten. Mijn vader vertelde altijd over de oorlog dat hij in Duitsland was weer zijn werken. En na 3 maanden of een half jaar mochten ze dan terugkomen. En toen zijn ze ondergedoken, dus toen zijn ze niet meer gegaan. En al die verhalen, is altijd wel bij ons altijd veel verteld. Ja, want het onderduiken, waar moet ik dan aan denken? Zaten ze bij mensen verscholen uiteraard? Nou, dan gingen ze niet meer naar Duitsland toe. En dan moest mijn vrouw, moeder, die moest dan op de Raad van Arbeid komen. Want die hadden bonnen, vertelden ze dan. En die bonnen kregen ze als de man was werken. En toen zat Spermon, die was later personeelszaken bij de Gruiten. Die zat op de Raad van Arbeid en dat vertelde mijn moeder ook. En op een gegeven moment zat daar die Duitse officier en moest ze komen waarom dat mijn vader niet in Duitsland was. En er zat Spermon op de achtergrond, want er werd wel eens over gezegd, ja, die heeft voor de Duitsers gewerkt. Die zat bij de Raad van Arbeid. En die moest gewoon voor de Duitsers werken. En mijn moeder die stond daar, en waar mijn vader was. En die zat op de achtergrond zo, met zijn duim omlaag. En toen knipperde mijn moeder met haar ogen. Dat vertelde ze dan. En toen kwam hij zo. En dan via een achterdeurtje, via Spermon, kreeg ze toch etensbonnen, zeg maar. En die verhalen die zijn toch altijd bij ons wel verteld. Ja, blijf aan, zelf, ja. Zelf in 46 geboren. Maar, net na de oorlog dan? Net na de oorlog, ja. Maar... Ja, maar dan ben je zo jong en dan hoor je dat natuurlijk, krijg je dat allemaal mee. Ja. Maar dat was eigenlijk dus een beetje heulen met hetgeen wel bekend was, maar dan dit betekende echt zo van... Die kwam dus zo om te zeggen van dat mijn vader onderduiken was. Oké. Okay. Dus dat kwam hij zo, hè. Mijn moeder begreep dat. En toen heeft hij zeg maar via een achterdeurtje kreeg zij bonnen. Okay. Want niet alleen mijn vader, maar bij ons, ik kwam zelf van de Graafseweg in de Veldwijkstraat. En dan er zat Doris, hees ik, mijn oom. En er waren een hele hoop mensen die zaten ondergedoken. Die zijn niet meer naar Duitsland gegaan. En dan kwam de Kin, een bekende NSB'er in Den Bosch. Die ging naar razzia houden en daar werd dat doorverteld. En dan vluchtten ze later de waai in. En dan bleven ze daar zitten totdat het weer veilig was.
Maar jouw vader of jouw ouders wisten waar dan, waar je het nu over hebt, die mensen ondergedoken zaten? Ja, die vluchten gewoon de waai in, de dingen in. Ja, maar ze zaten ondergedoken. Dat betekent toch dat je ergens verschuilt, hè? Nee, gewoon thuis. Meestal. Maar betijds werd dat doorgegeven en dan gingen ze weg. Oké. Maar nou hebben ze het over bevrijding. Ik ben toen ik een manneke van een jaar of 18 was, kwam ik bij in Duitsland, bij mensen. En ik denk dat je daar ook aan moet denken. En dat vergeet ik nooit. Die man, daar ben ik zelf mee naar Hintem gegaan, want die was hier geweest. Die was in Hintem gevangen genomen in 1944. Ja, dit is wel zijn visie. Dat is toevallig, want ik ga ik altijd daar kijken. En elk jaar ook de andere kant zag ik, hè, die Duitsers die gevangen genomen was. En wat mij heel veel indruk gemaakt heeft, die kwamen bij of hem moeder of haar moeder. En dat beeld heb ik helemaal voor me. Een grote keuken in een boerderij. En er stond een potkachel. En daar hing het helemaal vol met lijstjes. Hè? Met allemaal militairen. De broers, de zussen, de man, de zons. En de dingen die hingen er allemaal. Kijk, Duitsers zijn Duitsers. Er zijn hele kwaaie Duitsers, maar ook hele goeie. Dit was de Bossenmarkt. Tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Wil je deze uitzending terug bekijken? Bekijk het terug op www.tv73.tv/gemist. Volg ons ook via Facebook. facebook.com/tv73nl. Tot volgende week op de Bossenmarkt.